Goedemiddag, mijn naam is Joost Aar. Vandaag kijken we gelijk naar een vlak in de ruimte. Ja. Hoe wordt een vlak gedefinieerd in de ruimte? In de ruimte neem je een vlak door de oorsprong door twee vectoren gedefinieerd, R en S, met A1, B1 enzovoort. En daarna kies je een punt buiten het vlak en dan verschuift het vlak door dat punt. Dat punt is dus evenwijdig met het vlak. Dat vlak is dus evenwijdig met het vlak door de oorsprong door dat punt. De vectorvergelijking van een punt van het vlak wordt dan P. Een punt van het vlak is dan het gegeven punt P1. Plus k keren, een lineaire combinatie van die richtingvectoren. K, R plus L, S. Dus je neemt een lineaire combinatie van die punten in het vlak door oorsprong en dan tel je dat punt P op. Dat is de vectorvergelijking van een vlak. Dus twee vectoren met een punt. De parametervergelijking wordt dan, ja, uw P heeft de waarde x, y, z. Dat zijn de waarden van uw punt dat je niet kent. P1 heeft de waarde x1, y1, z1. En uw K, uw R is A1, B1, C1. En uw L is een L, A2, B2, C2. Dat is de parametervergelijking. Nu, daaruit gaan we K en L afleiden. Ja, hoe kunnen we dat doen? We gaan dus schrijven, X is X1 plus K A1 plus L A2. Y is X2 plus K A2 plus K B2. Ja. Z is I1 plus K C1 plus K C2, dus ABC. Ja. Nu, dat is een vergelijking in K en L. Ja. Die geeft maar één oplossing als een determinant 0 is. We gaan die in een determinantvorm schrijven en die waarde moet 0 zijn. Ja. Dat gaan we hiernaast doen dus. Dus dat schrijven we op in een determinantvorm. Ja. Namelijk, ja, dat, ik zal hier de determinant schrijven, ja, is gelijk aan 0, namelijk... In de eerste rij schrijven we x min x1, x, y, z en 1. Dus uw x, y, z, we draaien die een beetje om. In de tweede rij schrijf je uw x, y, z, dus x1, y1, z1. We schrijven er een 1 achter, omdat dat punten zijn. Ja? In de derde rij schrijven we de a1, b1, c1, uw richtingvector. Wat zijn richtingvectoren? Geven we een waarde 0. Ja? Dus die laatste rij, kolom dat aan... Of je een rij, een punt of een richtingvector hebt. Als je een 1 hebt, heb je een punt. Een 0 heb je een vector. Bij de laatste komt ook een 0. Die derivant moet je oplossen. Dan geeft dan je Cartesische vergelijking. Dus onthoud, als er een 1 staat, heb je een punt. Als je een 0 hebt, ja, heb je een richtingvector. Dit zijn punten van het vlak. Dus als je 1 hebt, krijg je een punt. Als je een 0 hebt, dan heb je een vector, een richtingvector, die de richting van het vlak aanduidt. Ja, dus x, y, z met een 1, x, y, z met een 1, de vectoren met een 0. Als je dat uitwerkt, ja, dan krijg je één vergelijking. Als voorbeeld hier, die drie punten hier, punt P1, 4, 0, en twee richtingen, 1, min 1, 0, min 2, 1, dan moet je dat invullen in een determinant. Ja, ik zal ze groot genoeg tekenen. Gelijk aan 0. Namelijk, in de eerste rij krijg je x, y, z, dat is een punt van het vlak, met een 1 terecht. In het tweede geef je punt voor. Het punt was 4, 0, 0. Dus 4, 0, 0 met een 1. Dan heb je twee richtingvectoren. 1, min 1, 0. Dus 1, min 1, 0. Wordt met een 0 geschreven. Waarom? Dat is een richtingvector. Laatste is ook een richtingvector. 0, 2, 1, 0. Dat is dus uw determinant die de vergelijking aanduidt. Als je uitwerkt, dan krijg je één vergelijking. We gaan het hier niet doen. We kunnen ontwikkelen naar de eerste of de laatste rij. Als het uitwerkt, ja, kijk dan naar de definitie of determinante. Vind je als vergelijking x plus y min 2z min 4 is 0. Dus de vergelijking van een vlak is altijd één vergelijking x plus y min 2z plus 4. Onthoud dus, een vlak heeft altijd één vergelijking. Alpha van een vlak is dus één vergelijking. Een recht had twee vergelijkingen, een vlak heeft één vergelijking. Die je vindt door die determinant op te lossen, waarbij 1 een punt voorstelt en 0 een richting. Nu, de vraag is nu, je hebt nu zo'n vergelijking gekregen, of je waarde ingevuld, je krijgt een 1 vergelijking, dus de 0, 0 en de 1, 1. Ja. Hoe kun je nu uit een vergelijking dat parametervergelijking krijgen? Hoe kun je je x1, je a1, je r en je s terugvinden? Dus je krijgt een vergelijking gegeven, bijvoorbeeld 4x plus 8y min 2z is 4. Min 4 is 0. We zoeken uit die alpha een aantal parameters. In feite heb je nodig 3 punten. Ja, eerste punt, ja,
ook 3 punten. En die punten kun je dan jouw richting maken. Hoe doen we dan? We stellen x gelijk aan 0 en y gelijk aan 0. Ja? Dat betekent dat je krijgt min 2z is 4 of z is 2. Dus 0, 0, 2. Ja? Dat is je eerste punt. Het tweede punt, stellen we x gelijk aan 0 en bijvoorbeeld z gelijk aan 0. Ja, dan vind je 2y is 4. Dus het punt, dan is y gelijk aan 2. In krijg je eigenlijk een 2, dat is punt 0, 2, 0. Dat moet wel 2 zijn, 0, 2, 0. Als, wat hebben we nog nodig? Als y gelijk aan 0 is en z gelijk aan 0, dan krijg je 4x min 4 is 0, dus het punt x gelijk aan 1. Dan krijg je het punt dus 1, 0, 0. Je krijgt 3 punten. Uit die 3 punten kun je dan richtingen creëren. Oftewel kun je in je vergelijking 1 in 1, 4 keer 1 schrijven, maar je kunt ook richtingen definiëren. Bijvoorbeeld, je r is dan bijvoorbeeld p2 min p1. Ja, dat wordt dan 0, min 2, min 2. Je tweede richting is dan bijvoorbeeld p3 min p1 of p3 min 2. Je mag kiezen, ja, vind je een andere richting. Ja, dus dat zijn, uit een Cartesische parameter, dat gewoon x en eigenlijk aan 0, x en z gelijk aan 0, en dan kun je 3 punten vinden. Met 3 punten kun je een punt vinden in 2 richtingen en kun je een parametergelijking opstellen. Dat is de vergelijking van het vlak in de ruimte. Onthoud, een punt wordt 1 voorgesteld en richting 0. Dank voor de aandacht de volgende keer.